Dan een Germaanse confrontatie. Peter Adenberg, hier in beeld tegen Georg Herda uit West-Duitsland. Adenberg uit de DDR. Adenberg op het EK drie weken geleden tweede. Met een tijd van 39-85. En Herda deed ook goed mee. In 39-90 werd daarmee vierde. Valse start van Herda. Is een starter die helemaal volgens het boekje gaat. De schaatsers moeten daar bewegingsloos aan die streep staan. En dan pas schiet hij. Deze man zal Ab Krook, de huidige Nederlandse bondscoach, ook goed kennen. De West-Duitse. Krook is 8 jaar lang trainer geweest van het West-Duitse schaatsen. En Adenberg is een goeie op de kortere afstanden, maar valt weg op de langere. Oh, de bijna vallende Herda. Adenberg gelijk goed in het spoor. Herda komt goed bij. 100 meter tijd voor beide. Adenberg ligt voor. 10-3. 10-3 toch ook voor Herda. Optisch was het zo dat de Oost-Duitser iets voor lag. Geen problemen bij de kruising. En dan moet Adenberg die binnenbaan in. Dit is Herda en dan komt Adenberg er ongetwijfeld zo bij. Een man met een persoonlijke toptijd van 37-85. Die heeft ook wat problemen om uit die binnenbocht te komen. En Herda ligt nu iets voor en dat is op zich opzienbarend. Georg Herda rijdt hier een 38-93, zeer fraai, om 39-11 een tegenvallende tijd voor de Oost-Duitsers. Toch aardig dat die West-Duitsers zo goed meedoen de laatste tijd. Met 2 bij de laatste 16 tijdens het laatst gehouden EK in Gothenburg. En deze man is er niet echt blij mee met die 39-11, Peter Adenberg uit Oost-Duitsland. Nee, van hem had ook meer verwacht mogen worden. Zeker op grond van de prestatie die hij tot nu toe dit seizoen heeft geleverd. Maar het komt er niet helemaal uit hier. Wel bij deze Georg Herda. Die hier aantoont dat zijn opvallend hoge klassering bij de Europese kampioenschap 2 weken geleden geen toevalstreffer is geweest.